Lisa, tot nu toe gaat het erg goed, vind ik. Laten we naar galop gaan gelijk. Naar galop. Niet eerst de rap? Nee, gaan we gelijk naar galop. Gaat nou zo goed. Maar dat durft je? Ja, dat durft je wel, dat kan je wel. Nee! Gaan we naar galop? 3, 2, 1, kom! Oh, tik, tik! Nee! Galop! Nee. Gaan we naar galop? Binnenbeen op de singel, buitenbeen achter de singel. Maar dat durf ik niet. Maar dat durf ik niet. Nou, dan heb ik nog één oplossing. Rond wil hebben. En ga eens op de polten. Waarom moet ik op de polten? Dat je dan je paard nageeflijk kan maken. Ja, maar dat hoeft niet. Dat kan ik zo ook wel. Ik vind echt dat je hand wat lager en wat breder moet doen en op de polten je pony nageeflijk moet maken. Dat ja, waarom? Want ik kan er ook gewoon recht. Nee, dat kan je niet. Dat kan ik wel. Dat kan je niet. Dat kan ik wel. Dat kan je niet. Dat kan ik wel. Kijk. Zie je, kijk, kan het heus wel zelf. Bij A afwennen en dan een klein stukje wijken. Bij A afwennen en een klein stukje wijken. Tessa, wat ben je aan het doen? Doe maar dan bij C afwennen en een klein stukje wijken. Tessa! Wat ben je aan het doen? Waarom luister je niet? Ik wil graag beginnen met de les. Tessa en Boef. Tessa en Boef. Geef je telefoon maar. Ik zit er nu op en ja, kom. In leven, nu. Nee, kom. Tessa! Kom hier dan. Ja, heel goed. Ik ga er niet gewoon mee. Tessa, ik wil beginnen met de les nu. En ze gaat even lopen schreeuwen, stommer uit dat het zo. Nou, als jij niet wil lessen, dan geef ik jou ook geen les. Lij me op de polten om mij heen. Goed? Ja. En dan ga je iets meer achterover zitten. Doe je schouders maar naar achter. Doe ik het zo goed? Ja, heel netjes. En dan laat je me een klein beetje meer kijken waar die naartoe gaat. Doe ik het zo mooi? Ja, keurig mooi. Heel goed. Wat vind je er zelf van? Ik weet het niet. Wat vind jij ervan? Ik vind het heel erg mooi. Oké, dan vind ik het ook heel erg mooi, denk ik. Supergoed. Zo doorgaan. Ben je het mee eens dat we een klein proefje doen? Oké. En dan ga ik zeggen wat jij moet doen, ja? Is goed. Oké, stap. Dan ga je draven bij C afwenden en wijken naar tussen de S en de E uitkomen. Precies tussen de S en de E. Heel goed, kijken waar je naartoe gaat. Goed mikken, precies tussen de S en de E. Ja, heel goed. En dan ga je bij de K in de hoek ga je stappen. Rustig afremmen, doorzitten en stap nu. Perfect. En weer draf. Dan ga je van hand veranderen en dan rij je midden draf. In 3, 2, 1, nu. En weer terug naar arbeidsdraf. En dan bij C ga je weer naar stap. 3. 2, 1 en stap nu. Kan niet beter. Rustig aandraven. Ja, maar mijn moeder zegt dat ik eerst moet beginnen in stap. Dan ga je nu stappen en daarna aandraven. Doe maar draf.
Ja, maar ik moet eerst nog even stappen. Waar, is je moeder hier nu? Nee, maar ik moet wel gewoon naar mijn moeder blijven luisteren. Ga maar draven. En dan zet je nu een volg in. Ja, maar ik kan ook net goed op het rechte stuk blijven. Ik kan hier echt niet. Dit is hopeloos. Dit is heel frustrerend. Ga maar nu op de volte. Ja, maar ik ben nu op het rechte stuk. Ik moet eerst het rechte stuk afmaken. Als je nu niet gaat afwenden, loop ik weg. Ja, maar wie geeft me dan les? Niemand meer. Oké. Oppassen! Dit is wel echt heel leuk. Ik heb niet gestretcht. Even. Ben ik natuurlijk niet gewend. Terugpratende kinderen. Inleveren, nu. Nee, kom. Okay. Tessa! Ja, nou, ik ga les vandaag weer. Ik denk het even. Je kan echt niks mee.